Dinsdagochtend, 6 december, heel vroeg. Frank Kok van Funky, Frank de Kerstboom wordt neergezet. Hoe werkt dat proces? Wat gaat er allemaal aan vooraf? Nou, hij wordt besteld en Irado komt dan weer met de specialisten die hem al, wat begreep ik, 36 jaar achter elkaar verzorgen. Dan is hij al netjes op maat gezaagd. Er wordt dan een beetje een spietje aangezaagd, zodat hij in de koker past. En dan gaat Mammoet hem ophijsen. En de Irado-specialisten die zorgen dat hij dan recht komt te staan. Dit zou wel eens een historische kerstboom kunnen worden. Dat is het ook, ja. 36 jaar achter elkaar is het dezelfde persoon geweest die hem netjes heeft neergezet. Want hij is oorspronkelijk geschonken door Sandvik. Dit is de laatste? Ja, dat begreep ik inderdaad. De laatste keer dat Sandvik hem sponsort, omdat zij zitten niet meer in Schiedam. Dus het was natuurlijk ook een sponsoring vanuit het feit dat ze in Schiedam zaten. Ja. Met andere woorden, we moeten een opvolger vinden. Ja, inderdaad. Ja, dat is nog even het grote vraagteken. Even het proces. Vandaag wordt hij neergezet. Wat gebeurt er verder dan nog deze week? Dan mag hij netjes een dagje uitzakken. Morgen beginnen wij dan met het inhangen van de lichtjes. En ook heel veel kerstballen. En daar zijn we dan eigenlijk 2 dagen mee bezig. De eerste dag gaan alle lampjes erin en de tweede dag alle ballen. En dan is het weer 2 dagen wachten. En dan krijgen we de kaarsjesavond die dit jaar op zaterdag is in plaats van de traditionele donderdagavond. Waarom is dat, Frank? Ja, omdat we eigenlijk een beetje dachten van kindertjes die moeten als het donderdagavond is, dan moeten ze de volgende dag weer naar school. Dus dat is dan toch altijd een beetje van snel weg. En het idee was om te kijken of we een wat groter tijdsblok konden vullen met allerlei activiteiten. Op een dag dat de kindertjes gewoon lekker laat naar bed kunnen gaan. Even het tijdschema van zaterdag, want het is niet zo dat het begint met het zingen. Daarvoor zit al een heel programma. Ja, van 3 tot 5:30 hebben we al een kerst-dj op de trappen van het stadhuis draaien. En er lopen al wat acts rond. En dan, half 6, van 3 tot 5:30. Ja, en dan om 5:30 begint eigenlijk het traditionele programma. Waarbij we meezingen met kerstliedjes. De burgemeester heeft natuurlijk weer iets te vertellen. En dan via een nieuw magisch moment zullen we dan de boom ontsteken. En dat is dit jaar weer op een hele originele manier, kan ik verklappen. Dus kom allemaal kijken.